Goedendag, welkom vanuit de Digitale Mediafabriek in Den Haag met eigenaars en medewerkers van webwinkels. Het thema is familiebedrijven. Bijzondere verhalen over ondernemende families die soms al generaties lang in de retail zitten. Vandaag de derde aflevering. Stumpel Boekhandel Office Products is een familiebedrijf met 10 vestigingen en natuurlijk vestiging nummer 11, de online vestiging. Ze hebben meer dan 100 medewerkers en het is 131 jaar oud. Het bedrijf mag de titel dragen bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier. De huidige directie, de vierde generatie Stumpels, bestaat uit twee broers, Steef en André Stumpel. Naast mij zitten Steef en zijn zoon Jeroen. Steef is algemeen directeur en Jeroen is manager e-commerce. Ja. Die Koninklijke Beschikking, daar wil ik eerst maar eens even mee beginnen. Oké. Okay. Wat houdt dat precies in? Nou, die hebben we gekregen uit naam van koningin Beatrix in 2005. Ja. Toen bestonden wij 125 jaar. Je moet minimaal 100 jaar oud bedrijf hebben. Het moet nog steeds in dezelfde handen zijn. In dezelfde familiehanden. En je moet van onbesproken gedrag zijn, sociaal, naar je werknemers enzovoorts. Nou, en daarna kan het in een frequentie van 25 jaar kan het alsnog uitgereikt worden als je dat met 100 jaar niet gedaan hebt. Oké. Dus dat is in 2005 gebeurd. Ja, maar wat betekent dat dan? Dat betekent dat je een betrouwbare partij bent, dat je niet de klanten belazert en dat je ook je relatie met je werknemers, dat je dat op een fatsoenlijke manier doet. Ja. Belastingtechnisch natuurlijk ook goed. Maar daarvoor moet je echt wel een oud bedrijf zijn. Je moet minimaal 100 jaar zijn. Leuk. Daarover gesproken, kunt u iets... Ik neem aan dat ik daarvoor bij u moet zijn. De historie van het bedrijf. Nou, die 100 jaar haal ik ook niet. Nee, dat... dat Maar ons bedrijf is begonnen in 1880. En dat begon met religieuze artikelen en met een beetje kantoorboeken. Met ook een drukkerij later. Ja. Die drukkerij werd groter en groter. En dat werd later het Noord-Hollands Dagblad. Of in eerste instantie was dat de nieuwe Noord-Hollandse Courant. Dat is in de boekhandel en de drukkerij zijn in 1936 uit elkaar gegaan, want dat waren twee wereldvreemde activiteiten. Ja. En de boekhandel heeft zichzelf ontwikkeld en dat is met de krant ook zo gebeurd. Ja. En die is inmiddels in handen van de Telegraaf. Zat er in de notendop? Dat is, nou ja, ja nee, dat is er in de notendop. Ja, ja. En een webwinkel erbij, want daarvoor zitten we min of meer natuurlijk ook bij elkaar. Ja. Jij bent de manager van de webwinkel. Mm-hmm. Sinds wanneer bestaat de webwinkel? Webwinkel deze bestaat, de webwinkel zelf die bestond al sinds, denk ik een jaartje of 7, 8 of zo, kantoorartikelen. Ja. Mm-hmm. En nu bestaat hij in deze vorm, dus voor zakelijk en voor particulier bestaat hij sinds maart. Okay. Dus daarvoor zijn we volop in ontwikkeling geweest met de webpartner en sinds maart draaien we en volop in ontwikkeling nog steeds. Maar jullie waren er vroeg bij. 7, 8 jaar geleden. Ja, dat was meer de zakelijke markt. Okay. Hè? En dat was in de kantoorbranche, kantoorboekhandelbranche, is dat dé manier om te bestellen, efficiënt voor een bedrijf. Hè, die ziet op het web zijn eigen prijs, die kan zijn snelbestellijstje invullen. Ja. Dat hadden we al een fors wat jaren geleden al goed voor elkaar. Okay. Ja. Maar het was geen... Het was meer een soort vervanging van de fax. Ja. En dat is de huidige webwinkel niet. Nee. Want er zit een zakelijke ingang en een particuliere ingang. Die is identiek. Ja. Hè? Mensen kunnen switchen van inclusief BTW en exclusief BTW. Ja. En als men ingelogd is, ziet een bedrijf de met hun afgesproken prijs. Okay. Ja. We hadden het net hiervoor al eventjes over. Je hebt natuurlijk, jullie zijn niet de enige boekhandel online. Ja. Noem maar een bol.com. Ja. Wie kent hem niet? Kleine partij. Ja, hoe gaan jullie daarmee om? Want dat lijkt me toch een enorme concurrent. Ja, kijk, hoe wij dat proberen te zien, wij proberen echt doordat wij, we hebben 10 vestigingen, dus 8 boekhandels en 2 zakelijke groothandels, dus we proberen door die vestigingen, doordat de klanten echt fysiek met ons in aanraking komen bij ons in de winkel, proberen we net dat stukje extra te bieden wat een online partij, een bol.com is bijvoorbeeld puur online, die proberen wij op die manier echt de beleving mee te geven van Stumpel. Dus om echt bijvoorbeeld eens een keer een outdoor uit te nodigen om een sessie te doen. Ja. Of dat is maar een voorbeeld. Of mooie, we hebben heel wat projecten eigenlijk op de agenda staan om de beleving nog groter te maken. En om het echt fantastisch, echt een feestje te maken met Stumpel. Ja, ja. En 10 vestigingen door het hele land verspreid? Noord-Holland. Noord-Holland. De roots liggen in Hoorn en de winkels zijn allemaal boven het Noordzeekanaal. En daar blijven ze?
Vooralsnog wel. Ja. Dat is genoeg. Hey, en had jij altijd het idee van, nou, ik ga in het bedrijf, in het familiebedrijf, het bedrijf van mijn ouders werken? Of, Nou, in principe, het ligt altijd natuurlijk wel een beetje in de lijn in verwachting. Dus je bent de zoon van en je bent altijd gebombardeerd tot, hey, wanneer kom jij in het roer staan? Je bent de enige zoon? Ik ben de enige zoon, ja. Ik heb nog een zus in Delft, maar die is de andere richting opgegaan. Misschien gaat ze ooit ook nog eens een keer wat leuks doen, bestempel. Je weet het niet, maar... ik heb vroeger heel veel in de boekhandel gewerkt en gewoon als bijbaan. Maar ik ben toch mijn carrière gewoon elders voort gaan zetten. En, en na de studie een aantal bedrijven gezien. En eigenlijk is het, zeg maar 3 jaar geleden met kerst is het begonnen. En toen heb ik bij mijn vader het voorgelegd van, joh, moeten we niet eens ook een grote webwinkel op gaan zetten. En het zorgen dat we ook de klanten online kunnen gaan bedienen. Ja. En dat was de ingang of de mogelijkheid om... om eigenlijk bij het familiebedrijf een nieuw clubje te realiseren. Ja. Is het apart, de webwinkel, is het apart binnen het bedrijf? Nee, het zit gewoon onder één paraplu. Zeg maar. Ja. Het zit zoveel mogelijk geïntegreerd met elkaar. Want dat is juist de truc, hè? Om te zorgen dat wat je offline ziet, wat je in de winkels en in de groothandel ziet, dat je dat online vertaalt en de klant dat ook ziet. Ja. Ja. Lukt dat goed? Dat is moeilijk, hè? Dat is heel moeilijk. We zijn hard aan het werk. Ja, precies. Ja. Ja. Het lukt wel aardig, hoor. Ja, het lukt wel aardig. Ja. Ja. Want wat voor dingen komen jullie als multichannel bedrijf, waar lopen jullie tegenaan? Nou ja, waar loop je tegenaan? De integratie. En het hebben van goede data. Mm-hmm. Want kijk eens, bij boeken is het prima geregeld. Die data komen wel met plaatjes en goede teksten komen wel op de site. Maar met al die bijartikelen die we verkopen, dan is dat best een lastige klus. Ja. Ja. En juist daar zit de mooie omzet in die spullen die niet iedereen heeft. Ja. En die hebben wij wel. Ja, dus dat proberen we dan ook echt goed voor elkaar te krijgen. Dat we, dat we echt iets unieks op handen hebben, zeg maar. Mm-hmm. En dus als we dit zo goed mogelijk doen met een echt een fantastisch assortiment en echt een goede online beleving, dan lukt het gewoon steeds beter. En wat je al zei, die offline een soort evenementen organiseren in de boekwinkels. Ja. Is dat een beetje waar jullie naartoe gaan nu? Even over de nabije toekomst hebben. Ja, we proberen het wel naartoe te gaan. Ja, dat doen we al jaren. Ja. Mm-hmm. Ja. Dat was ook al voordat de webwinkel deze omvang had. Ja, want als ik denk toch als fysieke boekwinkel moet je wel veel uit de kast halen om te blijven bestaan. Ja. Zorg dat je gevonden wordt, zorg dat je kennis van de mensen in de winkels goed zijn. Ja. Dat mensen met een halve vraag een heel antwoord krijgen. Mm-hmm. Ja. En als we kijken naar de omzetverhouding online-offline? Dat ligt nu zo'n beetje op ongeveer 20% wat online gebeurt. Okay. Maar dat is sterk groeiend. Ja, dat is echt sterk groeiend. Ja. En vooral de zakelijke omzet natuurlijk een nieuwe. Ja. Vooral de zakelijke omzet, dat is van oudsher al een behoorlijke hoog percentage wat we via de website realiseren. Oké. En jij bent, hoe oud ben je als ik vraag? Ik ben 30. Een jonge telg. Blijft het voorlopig familiebedrijf? Denk je jouw kinderen, als je ooit kinderen krijgt? Wie weet. Hè? Ja. Het is wel mooi om het voor te zetten. Om een zesde generatie binnen het bedrijf naar binnen te brengen. Ja, wat zijn de voordelen van een familiebedrijf voor jullie? Ja, of voor de klant misschien? Ja, voor de klant. Nou ja, goed, voor ons. Ja, ik vind het fantastisch om met mijn vader samen te werken. Ja. Ik vind het echt heel erg leuk. En was natuurlijk blij dat hij met dat idee kwam. Ik vond het geweldig. Ja. Dat geloof ik wel. Ja. Ja. En nadelen? Zullen er ongetwijfeld zijn? Ja, die zijn er. Natuurlijk liggen er wel eens gevoeligheden. Je neemt het werk ook bij naar huis. Het is niet alleen 5 dagen in de week. Nee, het is echt 7 dagen in de week. Ja. En als jullie het kerstdiner hebben, dan gaat het allemaal over het werk? Ja, dan schopt mijn vrouw me onder tafel van, hey, hou eens even op over het werk. Ja, je blijft ermee doorgaan natuurlijk. Ja. Maar goed, dat is ook mooi. Precies. Je komt gewoon iedere keer tot nieuwe ideeën. En dat maakt het juist leuk. Ja. Dat maakt het echt leuk. Nou, hartstikke goed. Ja. Dank jullie wel. Mooi. En veel succes. Dankjewel. Dankjewel, Monique. En u bedankt voor het kijken en tot volgende week.